Goedemorgen kijkers, welkom bij Autos Hero. Ja, we hebben weer een fantastisch mooie Volkswagen Caddy binnengekregen. Maar niet zomaar één. Het betreft de 1.2 benzinemotor. Jazeker, benzinemotor in een Caddy. We zien ze niet veel, maar ja, ze zijn erg gewild. Natuurlijk nu met het probleem met de emissiezones in de grote steden. 1.2 benzinemotor, geen probleem. Kijk eens mee, ik ga hem u laten zien. Staat op stalen wielen. Mocht jij nou zeggen, ik vind lichtmetalen velgen veel mooier. We hebben ze op voorraad. Dus ja, stuur me een appje en ik stuur wat foto's. Auto heeft maar liefst 12.000 kilometer. 12.000 kilometer. Volledige onderhoudshistorie heb ik erbij. Kan ik ook schadeverleden mee uitsluiten. Dus wil je dat nou even inzien? Laat het me weten, stuur ik het je op. De trekhaak die zit er al onder. De dubbele deuren. Ja, echt werkelijk waar. Auto is als nieuw. Kan ook niet anders met de kilometerstand. De 1.2 benzinemotor heeft 84 pk. Echt meer dan voldoende. Betreft een auto uit bouwjaar 2016. Ja, zeg jij nou, joh, ik wil graag de bumpers in kleur, spiegelkap in kleur. Kunnen we allemaal voor zorgen? Laat het me dan even weten. Kunnen we het doornemen. Zijkant ook, keurig netjes. De binnenkant ook, de stoffen stoelen. Wil jij die nou in het leer? Ook geen probleem. Dat doen we met onze partners uit Zwolle. Maar liefst 10.000 kilometer. Uiteraard airco. Ja, hij heeft een beurtje nodig, maar geen probleem. Kunnen wij voorzien. Is dit nou de Caddy die jij zoekt? Laat het me dan weten. Wellicht kunnen we een proefrit / afspraak inplannen. Wil je nou vooraf een voorstel van mij ontvangen? Ook geen probleem. Stuur me even wat foto's. Dan krijg je van mij ook direct een bieding. Betreft ook een BTW-auto. Dus wil je nou een financial lease voorstel? Geen probleem. Doen we met de partners van 123 Lease. Stuur dan even wat gegevens op. En looptijd en KVK-nummer. Dan heb je gewoon binnen 10 minuten voorstel in de mail. Heb je andere vragen? Bel me, mail me of app even. Dan beantwoord ik ze graag. Dan dank ik jullie voor het kijken en tot de volgende. Hoi!